Brabant Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Stek. Kijk naar een nieuwe aflevering van Brabant Vandaag. De Brabantse uit de jaren 90 meidengroep Close to You die wil de hitlijsten weer gaan bestormen. Waarom, dat horen we zo meteen. Maar eerst zitten aan tafel bij mij Sjoerd en Rob. Want zij hebben meegewerkt aan de televisieserie TV Zelf. Vorige week blikte ik al terug met Dave en Inge op dat seizoen. En dat ga ik vandaag met Sjoerd en Rob doen. Sjoerd allereerst, want ik heb eigenlijk 2000 poten aan tafel. Sjoerd, jij bent een van die 1000 poten. Wat doe jij allemaal bij TV Zelf? Ik ben bezig met Hives. Ik probeer daar allemaal de dingen vrienden te krijgen bij ons. En ik doe foto's en video's uploaden daar naartoe. En verder ben ik met YouTube ook bezig. Dan ben ik ook mee te video's erop, onze video's op YouTube te zetten. En wat is nou de tactiek om zoveel mogelijk huisvrienden te krijgen? Hoe pak je dat aan? Wij willen eigenlijk heel graag eigenlijk een beetje onze doelgroep zien te bereiken. Als mensen met een beperking. En dus dan moet ik zoeken naar huisgroepen. Precies. Die bijvoorbeeld een huisgroep van Amarant, van ASVZ, van Vicentius of van Zorgbelang. Daar ga je allemaal naartoe zoeken. En dan vraag je of ze je vriend willen worden? En dan ga je eerst naar zo'n hele groep toe. Waar zo'n groep die dan al 120 vrienden heeft. En dan ga je ze allemaal één voor één persoonlijk uitnodigen. Wauw, hoeveel leden hebben jullie al? We hebben nu 1220. Wauw. Ja. En de andere 1000 poot zit naast jou, dat is Rob. Rob, wat doe jij allemaal bij TV Zelf? Everything. Ja, dat doet de 1000 poot. Maar jij bent vooral wel met techniek bezig. Alles hè? Wat technisch is, dat komt wel bij mij neer. Ja. Editen. Speelde showen om als ze op pad gaan. En dat doe ik. Dus dan vind je het hier eigenlijk wel leuk wat je hier allemaal mee ziet. Ja, ik zit mijn ogen uit te kijken hier. Hey Sjoerd, we gingen terugblikken. We hebben dan een aantal fragmenten aan de hand waarvan we dat gaan doen. En het eerste fragment, dat gaat eigenlijk over jouw aanwezigheid bij een coalitie. Wat was dat precies? Ja, er werd de coalitie voor inclusie werd de rechten voor mensen met een beperking. Zijn nog niet geregeld in het VN-verdrag. Het VN-verdrag voor mensen met beperking zijn van alle rechten over de hele wereld. Zijn gegarandeerd, beschermd en geregeld. En alleen voor mensen met beperking, die hebben iets meer nodig. En dat is dus niet goed, helemaal goed geregeld. Ze hebben ongeveer 140 landen over de hele wereld hebben daar dat VN-verdrag voor mensen met beperking hebben de rechten ondertekend. Mm-hmm. Alleen Nederland wilde dat dit verdrag niet ondertekenen, omdat het te veel geld kost. En daar was jij bij en daar heb jij jouw eerste item gemaakt. Zullen we daar heel even naar gaan kijken? Ja. Er zijn hier al verschillende bedrijven en instanties. En die laten zich hier zien hoe mensen met een beperking, en zonder beperking ook gewoon mee kunnen doen in de maatschappij. En dat willen wij hier laten zien, want mensen met beperking doen ook gewoon mee. Making a mean face, playing your mess plate, just like you do. Waarom hebben we dit uitgekozen? Dit filmpje? Omdat het je eerste keer was? Ja. Toch? Ja, dit was mijn eerste keer. Hoe vond je het als je terugkijkt? ja, ik vind het wel leuk. Ik vind je best natuurlijk overkomen. Ja. Je zegt gewoon waar het op staat. Ja. Zo ben je ook.
Ja. Eigenlijk ja. wel, hè? Hey, Sjoerd, wij gaan zo meteen verder. Nog meer fragmenten kijken. En dan zien we ook... Ja, we zien jou niet terug. Maar filmpjes die jij hebt gemaakt... of waar jij achter de schermen bij aanwezig was. Maar wat we eerst even gaan doen... is naar nieuws uit andere media kijken. En dat doen we in Koppensnelle. Dag dames en heren, u kijkt naar Koppensnelle van donderdag 7 juli. Omroep Brabant meldt dat de gedeputeerde staten toestemming geeft voor 19 nieuwe megastallen in de provincie. Eerder had Brabant besloten geen megastallen meer toe te staan, maar deze stallen vallen in een overgangsregeling. Het gaat om bedrijven die op dit moment dicht bij een dorp of natuur liggen en die verhuizen naar een van de door de provincie aangewezen landbouwontwikkelingsgebieden. Volgens staatssecretaris Fred Teven is voor criminele gevangenisstraf alleen niet genoeg. Hij wil ook dat er een vast bedrag aan boetes worden betaald en dat die worden gestort in de staatskas. Dat schrijft de Telegraaf donderdag. De liberaal vindt dat misdadigers moeten dokken voor de schade die ze veroorzaken. Volgens de Tilburgse emancipatiebeweging Embrace Pink zijn Oorschot, Bokstel en Alphekaam de enige drie gemeenten met weigerambtenaren. Dat zijn ambtenaren die op basis van geloofsovertuiging weigeren homo te stellen te trouwen. Statenlid en hoofdredacteur van de gaykrant Henk Krol heeft het college van gedeputeerde staten vragen gesteld over de situatie in die gemeente. Hij wil weten wat Brabant kan doen om ervoor te zorgen dat Brabant de eerste provincie wordt zonder weigerambtenaren. De politie is trots op alerte burgers die bij verdachte situaties ook daadwerkelijk optreden. De blauwpetten gaan daarom beloonde burgeravonden houden. Iemand die achter een tasjesdief aanholt of een overvaller overmeestert, krijgt een pluim van de politie. En mag ook een kijkje nemen achter de schermen op het politiebureau. Geluksonderzoeker Ad Bergsma zegt in het AD dat deze periode voor mensen die thuis blijven en moeten doorwerken de gelukkigste tijd van het jaar is. Nu de helft van Nederland op vakantie is, zijn er bijna geen files, is er meteen een parkeerplaats en zijn de treinen half leeg. Mensen staan volgens Bergsma minder onder druk omdat het rustiger is en hebben dus meer tijd om aan andere leuke dingen te denken. Vrouwen smeren met z'n allen dagelijks tonnen foundation, oogschaduw of lippenstift op het gezicht. Die make-up krijgt een heel ander gezicht als je dat een jaar lang zou laten zitten. Het Nederlandse kunstenaarsduo Lennart Engelberts en Sander Plug hebben het Belgische model Hannelore Knuts weten te strikken om maar liefst 365 laagjes make-up op te smeren. Waren ze weer onze koppen voor vandaag. Bij mij aan tafel in Brabant vandaag nog steeds Sjoerd en Rob. We blikken terug op het afgelopen seizoen van TV Zelf. Want jullie zijn een van de vele makers hier van dit programma. En net zagen we een filmpje van jou, Sjoerd. Nu gaan we even naar een filmpje kijken van Jacco Verharen. Dat is de Nederlandse zwemcoach. En Rob, dat was jouw eigenlijk je eerste tv-ervaring, hè? Eerst even kijken, daarna zeggen hoe dat was. Ik zou zeggen, begin met even twee banen. Het hoeft niet hard, het is maar training. Netjes borstkralf te zwemmen. Ja? Oké, ga je gang. First thing we climbed the tree. And made it then we talk. Or sit silently. And listen to our thoughts. Illusions of someday. Casting. Ik denk dat je met de sterren kan werken. En dat Pieter van Hogeband en in de Bruin. Nou, eigenlijk is dat. Het blijft lesgeven. Ja. Dus ook al zijn het sterren, of zijn het sterren geworden. Omdat ze nu eenmaal iets heel erg goed kunnen. En daar hebben ze natuurlijk ook hard voor moeten werken. Maar het blijven gewoon mensen, zoals jij en ik. Is het een aardige man, Rob? Ja, het was een aardige man. Hij deed eigenlijk gewoon of we gewoon waren. En dat vond ik verrassend. Ja? Wat had je dan verwacht? Nou, de meeste, Inge zei het vorige keer ook al, doen soms was heel raar tegen ons. Ja, ja. Of
thuis zeggen ze wel alsof wij marsmannetjes zijn, bijna. Nou, ik vind jullie helemaal geen marsmannetjes, nee. Kom. Hey, jij bent wel eens van de techniek daar, wat heb je gedaan dan? Nou, hier hebben we vooral voor de eerste keer mee gegaan met de productie. Dus camera's schouwen, statief schouwen, kijken hoe het werkt. En kijken hoe de geluidsman en de cameraman het doen. En, vond je leuk? Ja, vind ik leuk, ja. Een stukje waar je het straks gezien hebt bij Sjoerd, daar heb ik het geluid van gedaan. Cool. Want we gaan nu naar een nieuw stukje kijken van Sjoerd. Dat is nog steeds inderdaad op, het, op de coalitie waar jij aanwezig was. Dus daar heb jij ook weer het geluid van. Ja. En toen kwam jij iemand tegen. Wie kwam jij daar tegen? Jan Roos van Pomenoes. Nou, die had een zware kluif van jou, hè? Ja. Laten we daar maar eens even naar kijken. Ja. Wat een gek, zeg. Ik vraag me af wie is nou hier nou de gek? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is het begin van de hele. Maar even succes vandaag, hè? Ja, even plezier. Nou wordt het pas leuk. Nou krijgen we pas de leuke vragen. Jij bent toch niet verstandelijk beperkt? Nee, niet. Dus jij kunt het wel makkelijk toch uitraden. Die was gelijk in de pocket. Ja. Voor de eerste keer. Die hebben we gelijk doorheen getrokken. Hey, nou ligt er een poster van een bijzonder mooie dame op tafel. Ja. Waarom ligt die daar? Nou, we zijn ook met een. We willen ook nog graag een motoritem maken. In Goorlen. Daar heeft Ruud van Gorp een werkplaats voor mensen met een beperking. En dan vonden wij het heel erg leuk als nou een mooie dame. Een bekende Nederlander met zijn motor binnenrijdt. En dat dan de motor laat repareren door hun. Ja, want dan heeft ze motorpech en dan komt ze de garage in. Ja, en dan wouden we graag Katja Schuurmans er binnen laten rijden. En is ze gekomen? Nee, die kregen we niet. Lukte niet om te boeken. Niet te pakken. Ja. Dus hopelijk als ze kijkt. Ja, wacht, ja. Stop. Dat doen we in die camera. Sjoerd en Rob samen doen even een oproep in camera 1 eventjes... van dat je nog even voor de laatste keer probeert Katja voor je te winnen. Nou, beste Katja, als je kijkt. We zijn met een prachtig motoritem aan het voorbereiden. Ik wil je hierbij je uitnodigen. Om bij ons te komen. Juist. Heel goed gedaan. Dan houden we nu even op over Katja, want die heeft het vast heel goed gehoord. We gaan even naar een fragment kijken van jou. Dat is een videoclip. Kan je heel even kort uitleggen wat we nu gaan zien? Ja, Ludo, een rapper. En die heb jij gefilmd of heb je geluid gedaan? Het geluid van gedaan. En de videoclip heb ik samen met onze... heb ik eigenlijk het meeste met de camera zelf gedaan mee. En geëdit. Het is een mooi product geworden. Ja. Laat eens kijken. Hey. We zijn even op de clip shoot. We klippen en we shooten. We shooten hier alles, jongen. We shooten hier heel de fucking game. Hey. TMS, met de beperking, maar rappen doe ik gewoon. Dus laat mijn stem spreken met de microfoon. Heel veel mensen denken we kunnen geen moer. Maar ze vragen of we willen helpen bij een boer. En die meneer rotte maar op UWV verlagen. Maar die flikker zal nooit een steentje bijdragen. Echt grove woorden, ja man, ik weet het. De Tweede Kamer overheid, één pretpakket. Begrijp nou, het leven is oneerlijk verdeeld. Zie alleen de Heer God als mijn voorbeeld. En dat niemand kan ik tegenwoordig nog bouwen. Dus vertel mij maar, waar is het vertrouwen? Waar is nou het vertrouwen? Geen overheid waar we op kunnen bouwen. Niemand die ons steunt. Ben je het eens met wat hij zingt? Ja, Hans hadden we hem waarschijnlijk niet gedaan. Dus we waren het er wel over eens, ja. Ja, dat is wel zo dat jullie altijd allemaal met de inhoud eens moeten zijn. Ook voor jou als je moet filmen. Dat het Nee. Met de redactie zijn ze het meestal over eens dat het liedje of het stuk goed is. Maar jij vond het ook een fijne klus om te filmen, dat je ook goed... Een fijne klus, maar ook een uitdaging voor te laten zien dat wij dus ook videoclipjes kunnen maken. Ja. En tv. Ja, dat is cool. Ja. Hey, het zit er alweer op. Gaat snel, hè? Ja, het is echt alweer jammer dat het voorbij is. Ik wilde nog 100 dingen aan jullie vragen. We hadden zelfs nog een heel mooi filmpje van Sjoerd. Maar die kun je allemaal terugzien
op uitzending gemist, ook van TV zelf. Het gaat over brusjes, maar daar hebben we nu helaas geen tijd meer voor. Want wij gaan eventjes naar de reclame en we gaan kijken of het net zo mooi weer is als hier bij mij in de achtertuin. Dus tot zometeen. Dankjewel dat jullie er waren. Vrijdag schijnt af en toe de zon, maar er vallen ook enkele buien. Mogelijk met onweer en windstoten. De middagtemperatuur wordt 21 à 22 graden. De wind draait naar het zuiden en neemt toe naar matig. Ook zaterdag nu en dan zon en enkele buien met 22 graden. Zondag schijnt geregeld de zon en blijft het droog bij 23 graden. Maandag verandert er maar weinig. Wat zon, droog weer en 23 graden. Brabantse meidenband Close to You die wil de hitlijsten weer gaan bestormen. De Brabantse Sally, die komt uit Uden, die is er vandaag helaas niet bij. Maar er zijn wel Marcia, Natasha, Marcia en Sascha zijn er. Fijn dat jullie er zijn, ladies. Eventjes, jullie gaan de hitlijsten weer bestormen, maar jullie doen daarin mee aan een televisieprogramma. Kan jij eens uitleggen hoe dat precies zit? Ja, we zijn benaderd door een internetprogramma. En dat heeft de titel De Comeback gekregen. En dan zijn we weer bij elkaar gezocht. En we zijn door een dreamteam zijn we onder handen genomen. Visagie, haren, styling. En natuurlijk onze oude producers van Pia Pella zijn we meegedaan. En vanuit die hoek zijn we eigenlijk verder gegaan. Want dat is natuurlijk echt de Close to You sound. En vandaar dat we eigenlijk door willen gaan. Wat was voor jou, Sascha, de motivatie om hier weer aan mee te doen? Ja, het geld was op. Dus ik dacht van... Nee, ja goed, het optreden, de hele sfeer eromheen, het plaat opnemen, weer, dat is te gek. Als dat aangeboden wordt, dan moet je dat gewoon doen. In 1996 zijn jullie begonnen met Close to You en we gaan heel even kijken hoe dat toen ook alweer was. Okay. I've been waiting so long for a special guy. Then you came to lift me up and make me fly. Baby, don't go. Hey meiden, en in 2001 was daar eigenlijk het einde. Vervolgens zijn jullie in wisselende samenstellingen en soms ook onder een andere naam doorgegaan. Nu weer volle bak aan de gang. Wat kunnen het publiek van jullie verwachten? Een wat volwassenere Close to You. We hebben een leuk single uitgebracht. Een beetje dance van deze tijd. En voor de rest zijn we natuurlijk allemaal wat ouder. Maar, Die single die ligt in de winkels? Ja, hier is die. Ja. Dat, to my fire, hè? Ja. Hoe kunnen mensen daar aankomen? Kunnen downloaden via iTunes. Tegenwoordig gaat dat zo. Nee, maar hartstikke leuk allemaal. Dus Goed. We zijn heel benieuwd. Want sinds wanneer is die beschikbaar, Marcia? Die is vanaf nu beschikbaar. Nu al? Ja. En het programma is helemaal opgenomen. Mensen kunnen dat terugzien op internet. Ja, dat is www.thecomeback.tv. En iTunes is de single Fuel to My Fire. Oeh. Ja. We gaan even kijken hoe dat nu gaat, dat programma. Wat de dames dan nu brengen. En of dat iets voor u thuis is, dat kunt u nu bekijken. I've been waiting so long for a special guy. Then you came to lift me up and make me fly. Baby, don't go. I just want you here. Right by your side. En toen stond je ineens in een programma, Sascha. Was er een stylist, een choreograaf, een producer? Wat hebben die allemaal veranderd? Wat hebben die gedaan? Ze hebben mijn haar in ieder geval wat korter geknipt. En de producer was daar weer niet zo blij mee. En dus het liep allemaal zoals het eigenlijk moest lopen in de meidengroep. Maar ze hebben te gek werk geleverd. De plaat is super vet geproduceerd. De make-up was heel erg goed. Het was door Roberto Dresia. De haren, de styling. Te gek. En voelt het dan nu ook weer net zoals dat het vroeger voelde? Ja, eventjes terug in die make-upstoel. En me laten verwennen. En het was wel leuk. Ja. Heel goed. Hey, waar kan het publiek jullie gaan zien? Gaan jullie op tour? Gaan jullie optreden? Ja, het is wel de bedoeling dat we weer gaan optreden. Dus, we moeten even kijken. Want Sally zit natuurlijk nog in een band en dat is allemaal een beetje moeilijk plannen. We hebben natuurlijk nu ook allemaal onze eigen dingen, eigen bedrijfjes.
Dus ja, maar we willen wel graag gaan optreden. Dat lijkt super natuurlijk. Dat is het leukste wat er is. En Marcia, tot slot, de samenstelling van de band is nu echt zoals die hoort te zijn? Dat is de goede combinatie, omdat jullie wel eens gewisseld hebben. Nou, wij zijn in ieder geval de goede combinatie. Ja. Of zo, heb je ambitie om mee te doen? Nee. Vier Asja's. Het zou leuk klinken, maar zingen, nee, dat is niet... Maar wat zijn jullie op dit moment mee bezig? We zijn druk in de studio bezig. We zijn kijken wat we gaan doen voor de show. We zijn bezig met een opvolg van Fuel to My Fire. Ik heb al een heel stuk gehoord. Een paar meiden hebben al ingezongen en hij klinkt echt waanzinnig. Het is een beetje Baby Don't Go. Maar dan nieuw jasje, super. En ja, kortom, de show neerzetten. Dat we het land in kunnen. Hebben jullie alweer hoorde fans achter jullie aanlopen? Ja, ja. Oude fans. Nou, heel mooi. En heel veel succes met jullie optredens. Jullie staan ook wel in Brabant, toch? Ja. Tuurlijk. Zeker. Hey dames, kei leuk dat jullie hier in het Brabantienhuis waren. Wij gaan er even uit voor het volgende. Want in Nuenen ligt het dierenrijk. En daar schijnen ze naar eigen zeggen de grootste volière van Europa te hebben. En verslaggever Dave van Opdorp en cameraman Maarten van den Berg zagen ze er letterlijk vliegen. Ja, herkent u ze nog? Roderik, Blauwerik en Groenerik, die vorig jaar ontsnapten uit safaripark de Beekse Bergen. Hier hebben ze hun nieuw huis gevonden, hier in Dierenrijk, in de grootste fourrière van Europa. Vogels zijn eigenlijk altijd een beetje ondergeschikt kindje in de dierentuin. We kennen wel de olifant, de tijger, maar juist een vogel is heel mooi. En met zo'n fourrière kan je hem eigenlijk op een hele andere manier laten zien als wat je vaak ziet in een kleinere fourrière, waar ze toch niet hun natuurlijke gedrag kunnen laten zien. En in zo'n fourrière, dat is eigenlijk ja, de nieuwe dierentuinen willen hele grote fourrières hebben, waardoor je kan laten zien hoe mooi ze zijn om te vliegen. En zeker zo'n grote vogel als een pelikaan. Er komt nog wel wat bij kijken om zo'n grote fourrière te maken. Heel belangrijk is eigenlijk ja, dat je gewoon, ja, je hebt je ruimte nodig. De palen die staan mooi ver uit elkaar, dat de vogels goed ruimte hebben om er tussendoor te vliegen. Qua net, het is een net wat gewoon heel mooi meeveert. Zou een keer een vogel de fout maken om er tegenaan te vliegen, veert het mooi mee. En dan kan hij gewoon zijn vlucht weer vervolgen. En zo heb je verschillende dingen waar je moet op letten als je ja, zo'n fourrière gaat bouwen. De fourrière is zo'n 1 hectare groot en 8 meter hoog. Het biedt nu nog aan zo'n 100 vogels een onderkomen. Over een paar jaar moeten hier zo'n 300 vogels rondvliegen. Kunnen zomaar alle vogelsoorten bij elkaar? Nee, zeker niet. We letten op met de vogels die we bij elkaar zetten, dat ze elkaar natuurlijk geen last gaan zetten. We hebben een klein, of kleiner, ook nog een hele ruime fourrière bij de zeehonden. Daar komt bijvoorbeeld een zeearend te zitten. Nou, die wil je niet hebben, zo'n zeearend, bij een koereiger. Want een zeearend lust wel een koereiger. Dus daar moet je wel heel goed op letten dat je eigenlijk ja, soorten hebt die elkaar niet eten. En die zeearend is denk ik ook afgeschermd voor het publiek? Ja, de zeearend is ook afgeschermd voor het publiek. We zullen daar ook zien als de vogels hier langer zitten dat ze een eigen territorium hebben, een eigen plekje in de fourrière waar ze zelf hun jongen groot kunnen brengen. En dat is eigenlijk het mooie wat je hier laat zien dadelijk. En kan het publiek ook zomaar in het broedseizoen hier doorheen lopen? Ja hoor, de vogels die hier zitten die wennen heel snel aan het publiek en de meeste vogels die hier zitten kennen eigenlijk het publiek al. Dus het is ja, even wennen voor elkaar, maar daarna zal het heel goed gaan. Dagje Nuenen voor jullie. Leuk, ik heb de fourrière nog niet gezien. Nee, precies, die is nieuw. Hey meiden, bedankt. Heel veel succes met jullie optredens. Wij gaan eruit. Dit was Brabant vandaag voor donderdag 7 juli. En morgen is er weer een nieuwe. Tot dan. Brabant vandaag werd mede mogelijk gemaakt door Stack.